De Consumentenkring heeft vanmiddag een medicatiepaspoort gelanceerd. De organisatie deed dit in samenwerking met de stichting Lust en Rust, het basiszorguitvoeringsorgaan en Intermed Caribe. Het doel van het paspoort is verspilling van medicijnen, geld en tijd te voorkomen, waardoor vele levens gered kunnen worden, geeft Albert Alijnen, voorzitter van de Consumentenkring, aan. Het voordeel hiervan is dat medicatie niet dubbel voorgeschreven wordt. Bij spoedgevallen heeft de hulpverlener of arts door het medicatiepaspoort meteen een overzicht van de reeds voorgeschreven medicijnen en de belangrijke persoonsinformatie, zegt Alijnen. En we hopen dat het niet alleen voor de consument, voor de patiënt voordelen zal opleveren, maar ook voor de volksgezondheid. Ja? En ik ben bijna van overtuigd dat ook de verzekeringsmaatschappijen zullen profiteren hiervan, want hoe efficiënter die medische zorg wordt, hoe minder geld moet worden uitgegeven. Rachel Perry, directeur van het basiszorguitvoeringsorgaan, zegt dat in het kader van de publieke gezondheidszorg ondersteuning is verleend aan dit project. U hoort ook minister André Misikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, die aangeeft dat het met dit medicatiepaspoort een bijzondere mijlpaal is bereikt. En we hebben dus gezegd van nee, we zijn beide als organisaties bezig met het behartigen van de belangen van de consument. Wij in het bijzonder de zorgconsument, maar hele consument in het algemeen. En we zagen dus een hele goede partnerschap daarin. En zijn we dat aangegaan. We hebben dus manieren gezocht om hem te ondersteunen met financiële middelen. En we hebben daarin dus een goede mogelijkheid gevonden door het zorgverzekeringsfonds. En tot mijn grote blijdschap heb ik gezien dat we eigenlijk inderdaad wat we vaak zeggen, dat we het wiel niet opnieuw hoeven uit te vinden, dat de heer Alijnen en alle anderen die hier aan hebben meegewerkt, dat zij dat in de praktijk hebben gebracht. Omdat in de wereld is dit geen onbekend fenomeen. Medicatiepaspoorten zijn bekend in de wereld. En ik hoop dat we in tijd de volgende stap kunnen maken. Minister André Misikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en daarvoor Rachel Perry, directeur van het basiszorguitvoeringsorgaan. Ze spraken vanmiddag bij de lancering van het medicatiepaspoort. De launch heeft plaatsgehad in de vergaderzaal van het uitvoeringsorgaan aan de Eldoradolaan.